Yo Nintendo fans, super tof dat u kijkt naar een gloednieuwe video. Vandaag ga ik het weer hebben over 10 bizarre beschrijvingen van Pokémon in de Pokédex. En door naar deze video te kijken, kan jij Pokémon Shield voor de Nintendo Switch winnen. Op 15 november komen Pokémon Sword and Shield uit en jij kan de laatste winnen door naar deze video te kijken. Dat doe je door te letten op Pokémon die niet thuis horen in deze video. Ik ga het bijvoorbeeld straks over Dusknoir hebben. En als jij dan een plaatje van een andere Pokémon ziet, dan moet je die even opschrijven en die moet je verzamelen. Ik maak in totaal 5 video's over bizarre beschrijvingen over Pokémon. En in alle 15 video's zitten dus Pokémon verstopt die daar niet thuis horen. Jij kijkt alle 15 video's, schrijft alle Pokémon op en in de reactie onder de 5e video zet je al deze Pokémon. Als jouw antwoord goed is, dan maak je kans op Pokémon Shield, want ik kies dan 1 winnaar uit. Dus doe alvast dat blauwe duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal en kijk sowieso deze 5 video's over de meest bizarre beschrijvingen van Pokémon. We beginnen vandaag met een beschrijving van Miss Majors in Pokémon Diamond. Its cries sound like incantations. Those hearing it are tormented by headaches and hallucinations. Als je Miss Majors hoort, dan lijkt het op een soort van rare spreuk en als je die dan hoort, dan krijg je er koppijn van. En hallucinaties. Lijkt me op zich niet zo'n hele fijne Pokémon om bij in de buurt te zijn. Sommige mensen die al getrouwd zijn hebben een schoonmoeder waar je onwijze koppijn van krijgt. Maar Miss Majors kan er dus ook wat van en hij laat je ook nog eens hallucineren. Dus je gaat dingen zien die er eigenlijk niet zijn. Dat kan best wel gevaarlijk zijn. Dan zie je een grote watervlakte en dan denk je dat er een brug overheen staat. Maar nee hoor, er staat geen brug en dan donder je in het water. Lekker dan. Nee, niet chill, Miss Majors. Door naar Dusknoir. En dat is een beschrijving uit Pokémon Diamond en Pearl. The antenna on his head captures radio waves. Tot zover niks geks. Een antenne op je hoofd en die ontvangt geluidsgolven voor de radio. From the world of spirits that commanded to take people there. Oké, nu wordt het een ander verhaal. Lijkt een beetje op Stranger Things seizoen 3. Daar worden al die mensen raar en die moeten allemaal naar die kelder toe komen. En Dusknoir die werkt dus ook een beetje zo. Dus hij organiseert soort van waar alle geesten naartoe gaan. En die komen allemaal samen op één plek. En daar zijn natuurlijk die Miss Majors ook. Dus je krijgt er onwijze koppijn en hallucinaties. Oh man, die geesten die nemen dus de mensen mee naar die ene plek. Houdt Dusknoir niet van mensen. Dit is echt een raar verhaal. Weet je wat? Ik ga door met de volgende. Dat is de een van Mak. Ik weet even niet meer in welke game dit is, maar er staat: a toxic fluid seeps from its body. The fluid instantly kills plants and trees that make contact to it. Touching it accidentally will cause a fever that requires bed rest. Oftewel, er komt allemaal rare shit van het lichaam van Mak. Dat is onwijs giftig. Dat is echt niet goed voor je. En het is nog veel slechter voor planten en bomen, want planten en bomen zijn gewoon gelijk dood. Klaar. Over en uit. Zo giftig is het. En als je als mens of Pokémon daarmee in contact komt, dan gaat het ook niet echt goed met je. Dan moet je echt naar bed om uit te rusten, want je wordt er gewoon onwijs ziek van. We weten ook dat Grimers en Muk onwijs stinken. Dus ik vraag me nu serieus af waarom je überhaupt een Muk of een Grimer zou willen vangen. Het is voor jezelf niet handig. Het is voor het milieu niet handig. GroenLinks en Partij van de Dieren zullen onwijs boos op je worden. Daar kan je nooit meer op stemmen. Nee. Geen slimme Pokémon om bij je in de buurt te hebben. En dan heb ik er ook eentje over Grimer uit Pokémon Silver. Wherever Grimer has passed, so many germs are left behind that no plants will ever grow again. Oh, dus zelfs een Grimer is echt al slecht genoeg voor het milieu. Als die gewoon even langskomt, dan zullen er nooit meer planten kunnen groeien op die plek. Als de wereld vol zou zijn met Grimers, zou er gewoon niks meer groeien. Ik zit te denken wat ik hier nog meer over kan zeggen, maar ik denk dat ik gewoon beter door kan gaan met de volgende. Glalie has the ability to freely control ice. Dit klinkt super tof. Glalie kan dus gewoon ijs besturen op de manier hoe die dat zelf wil. Super vet. For example, it can instantly freeze its foe solid. Oké, hier wordt het al iets minder. Alhoewel, als je de trainer van Glalie bent, is het wel handig. Hij kan gewoon in één keer, bam, tegenstander bevriezen. Mwah, super handig. Wow! Deze zin had ik nog niet gelezen. After immobilizing its foe in ice. Dus de vijand kan niks meer doen, want hij is vastgevroren. This Pokémon enjoys eating it in leisurely fashion. Dus hij eet hem niet alleen op. Hij geniet er ook echt van. En hij voelt zich daar nog echt heel goed en stoer en fashionable bij ofzo. Ja, het is nu echt geen geheim meer dat Pokémon gewoon ook andere Pokémon opeten. Het staat hier gewoon in de Pokédex. What the frick? Ja. Oké, dan weten we dat ook weer. Glalie, man. Doe eens even normaal. Het begon zo goed. Hij kan ijs controleren en zijn tegenstander bevriezen. Maar dan eet hij ook gewoon zijn tegenstander op. Oké, Spoink.
in Pokémon Black. Poink bounces around on its tail. Poink, oink, spoink. Okay. The shock of its bouncing making its heart pump. Okay, dus hij raakt een beetje in een goede vibe terwijl hij zo op en neer spoinkt. Zijn hart begint te pompen. As a result, this Pokémon cannot afford to stop bouncing. If it stops, its heart will stop. Wow, dit is super zielig. Dus als hij zo een beetje aan het bouncen is, dan mag hij niet meer stoppen. Want anders stopt zijn hart gewoon met pompen en dan gaat hij dood. Dus hij moet gewoon forever boink, boink, spoink, spoink. En dat kan gewoon nooit stoppen. Tot hij evolueert. Maar hoe moet je dan slapen? Een spoink slaapt ook gewoon nooit dus. Oh man. Dit is wel echt heel sad. Arme spoink. Oké, ik weet nooit of ik deze naam goed uitspreek. Koffagrigus? Koffagrigus? In Pokémon Black staat het volgende. It is sad to swallow those who get too close and turn them into mummies. Oh, and it likes to eat gold nuggets. Oké, dus als je bij hem in de buurt komt, dan is het gewoon... En bam, je bent een mummy. Oh man! En dan geen mummy als in je moeder, maar gewoon een mummy. Nou, lekker dan. Kennen jullie trouwens de mop van de mummy? Ingewikkeld, hè? Oh, ik vind dat zo'n slechte grap. Nou, lekker dan. Als je bij me in de buurt komt, dan pakt hij je op. Dan zuigt hij je leeg en dan ben je een mummy. Nou... Toppie! Maar we gaan nog even door over deze Pokémon. Want in Black 2 en White 2 staat het volgende. Grave robbers, who mistake them for real coffins and get too close, end up trapped inside their bodies. Oké, maar als ik heel eerlijk ben, vind ik dit niet zo erg. Dus grafdelvers worden gepakt door Koffagrigus en die komen vast te zitten in het lichaam van Koffagrigus. Vind ik niet zo erg, want als jij een graf van iemand berooft, dan ben je echt ontzettend laf. Laat de doden gewoon rusten. Bemoei je daar niet mee. Stel je voor, hè, je bent zo. Iemand heeft een bloemetje gelegd op het graf van degene die verloren heeft. En jij pakt het bloemetje en gaat het aan je vriendin geven. Nee, dan ben je echt niet oké. Dan ben je echt niet goed bij pannenkoek. Dan stuur ik gewoon even zo'n Koffagrigus op je af. Toch wel een handige Pokémon. Ik wil het even met jullie hebben over Primeape. Want in Pokémon Sun staat best wel eigenlijk een zielige beschrijving. It has been known to become so angry that it dies as a result. Oftewel, Primeape wordt zo boos. Primeape wordt zo boos dat hij dus gewoon doodgaat op een gegeven moment. Maar dan heb je echt een slecht leven. Dus dan ben je alleen maar boos en op een gegeven moment sterf je daar gewoon aan. Maar gelukkig staat er ook... Its face looks peaceful in death, however. Als hij helemaal dood is, dan ziet zijn gezicht er eindelijk vriendelijk uit. Een soort van toch nog een... Goed einde. Ja, het is wel echt zielig hoor, die Primeape. Dan hebben we gewoon een hele rare Pokémon en dat is Shedinja. Daarover staat in Pokémon Ruby, Shedinja's hard body doesn't move. Het lichaam beweegt gewoon totaal niet. Not even a twitch. Twitch? Volg me op twitch.tv/rickatchu als je mijn live wil zien gamen. In fact, its body appears to be a hollow shell. Oftewel, zijn lichaam is gewoon volledig leeg. It is believed that this Pokémon will steal the spirit of anyone peering into its hollow body from behind. Dus ook deze Pokémon, Shedinja, steelt weer de ziel van anderen. Het lichaam van deze Pokémon beweegt helemaal niet, maar hij steelt wel je ziel als je probeert... om iets te doen met deze Pokémon. Ik ben blij dat ik geen Shedinja knuffel heb, man. Ik vond het al een rare Pokémon en het blijft gewoon een rare Pokémon. Zo, dit waren weer 10 bizarre beschrijvingen van Pokémon in de Pokédex. En waarschijnlijk heb jij weer Pokémon voorbij zien komen die helemaal niet in dit verhaal thuis horen. Schrijf ze op of onthoud ze. Zet je al deze Pokémon in één reactie en dan maak jij kans op Pokémon Shield. Althans, dan moet je wel eerst het antwoord goed hebben en een beetje geluk hebben, want maar één iemand kan die game winnen. Doe even een blauw duimpje omhoog voor dit kanaal. Abonneer ook zeker even op mijn kanaal, want anders kan je sowieso niet winnen. En als je me live wil zien gamen, volg me op twitch.tv/rickatchu. En dan zie ik je daar, of gewoon bij de volgende video. Mazzel!